Vandaag doen we een verstoppertje in Ahoy Rotterdam. Oh, hey, Rudy, dat ben jij! Mama, ik sta op Ahoy! Kom op! Kutzooi, jongen, al mijn geld op. Oh nee! Nog net genoeg om het bankzitters hoofddeksel te kopen. Koop jij hem ook? Ding, 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 ding. Ja, sokken gewonnen! Als jij ze ook wil hebben, kan je ze gewoon kopen op bankzitters.nl. Hoofddeksel op je meenemen. Jullie hebben 5 minuten en die gaan nu in! Boys, waar zijn jullie? Waar zijn jullie heen? We moeten even samenwerken tegen Milo, want anders dan weet hij wat we gaan doen. Oh ja, hij zit dus nu te praten. Ze hebben allemaal zo'n soort walkie-talkie. Die hebben zij in elkaars oor, want zij gaan een soort team hebben ze besloten tegen mij. Ik mag één keer zoeken eindelijk. Altijd ben ik als eerste af, mag ik een keer zoeken. Dan denk ik, nou chill, ik kan niet als eerste afgaan. Gaan ze teamen. Hebben ze van die walkie-talkies waarmee ze elkaar gaan uitleggen waar ik ben. Maar de portofoon is niet het enige hulpmiddel van vandaag. Ook zijn er op 4 verschillende locaties power-ups verstopt. Op een locatie ligt zowel een power-up voor de zoeker als de verstoppers. En die kunnen ze 1 keer inzetten op een moment naar keuze. Kan iemand misschien iets leuks vertellen in de tijd dat wij ons gaan proberen te verstoppen? Ik word genegeerd. Ik hoor zojuist dat we power-ups hebben, dat wist ik niet eens. Roel is helemaal aan het rennen, ik ben helemaal kapot. Ik zit aan te denken om misschien even een klein drankje te doen in dit restaurant. Maar het is natuurlijk wel Milo. En daar moet je wel rekening mee houden. Want de kans dat Milo gelijk het restaurant in gaat, die is natuurlijk best wel groot. Heel erg groot zelfs. Waar zouden ze als eerst heen gaan? Even kijken, die arena is heel erg groot. Daar kan je denk ik goed verstoppen. Hé, hey, wat de fuck, loopt daar een man bovenop? Hallo meneer! Goedemorgen! Die arena is natuurlijk heel groot, daar kan je heel goed verstoppen, maar daar zijn juist weer heel veel wat compactere zalen. Hallo, horen jullie mij? Over. Ik hoor jou, Koen. Over. Oh mijn god, mensen, wat zie ik hier? Ik vind Snickers dus echt overrated. Oh, dit is lekker. Cappuccino. Verkeerde beker. Oh, ik wil een bekertje plaatsen natuurlijk. Hartstikke idee. Hier heb je dus die arena. Deze is ook groot. Maar die is bijna nog groter dan die arena. Die ligt hier nog achter. En hier heb je al die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschillende hallen. Ik heb wel dit gekregen. Pasje, ook erg leuk. Kijk, want dat hebben ze dus bedacht bij Ahoy. Dat het grappig is om mij dan misschien daar helemaal kaal op te maken. Daar kan ik echt kostelijk om lachen. Hé, hey, gozer. Hier is gewoon een lekkere automaat. Ik heb echt superveel trekker. Aangezien ik sowieso een unie gevonden ga worden, ga ik er even eentje nemen. Welke wil ik? Goddrop fruitduo's. Doen die het? Hoppa, heerlijk, dit is echt genieten zeg. Normaal hebben we niet van die faciliteiten, weet je, als we een stoppertje aan het spelen zijn zo. Shit, dit duurt wel lang man, schiet op joh. Dikke bruine poep M&M met je lelijke strombril. Hoppakeetje, nou dan komen we dit uurtje wel mee door hoor. Hier moet ik altijd snoep hebben tijdens een stoppertje, anders heb ik het gewoon niet. Misschien in die bakken? Die zijn net iets te klein. En ik weet niet of ik bij rest of plastic hoor. Of bij aper. We stammen er wel van af, dus dat zou ja, ook wel kunnen. Het zou vet zijn als we hier ooit een optreden zouden kunnen hebben, ouwe. Mensen, als jullie allemaal Hé, hey, dat is Matt. Hé! Hey. Matthias, ik zie jou over. Koen, heb je ook wat lekkers gehaald uit de automaten over? Hé, hey, staat daar ook tevreden, die dikzak? Ik ben een lekkere cappuccino aan het maken over. Oh, ik heb snoep gehaald, dat verrast u niet. Gast, we moeten wel opschieten, hè? Ja, ik weet niet waar we heen kunnen, want dit is verboden toegang. Hij heeft een power-up! Dat meen je niet! Dit is een grote zaal, welke zaal is dit, joh? Hey, ik ga er vandoor, dit heeft geen zin. Ik ben hier wel eens geweest, maar het zegt me dan toch niet zoveel. Want altijd als ik hier ben, dan heb ik stronkveel gezeupen. Volgens mij is dit gewoon een normale hal, toch? Godverdamme, ik wil naar boven, G. Oh, dit is open, dit is open. Hier is het open. Hé, kijk. Dat zijn allemaal mensen. Daar begonnen we net. Oh, dat is geen goed teken, want dan is Roel dus al onderweg. Oké. Nou, weet je dat ook weer? Ik heb een hele koffie, dus ik kan niet rennen. Kut zo. Je kan nergens verstoppen hier. Kom, we gaan gewoon door die zalen rennen. Dit is het moment om op te splitsen. We houden contact, oké? Okay? Ik moest schijten. Daar is wel een wc. Er komen op die kutkinderen. Ah nee joh, er komen op die kutkinderen aan mensen. Wat vreselijk. Wat zijn er voor irritante gasten? Ik ga ook gewoon rennen, hè. Ze zoeken hem eruit. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Laat hem mannen! Ik moet zoeken, mijn tuin gaat nu in! Als Roel me nu ziet, telt het dan als gevonden. Allemaal mensen te zwaaien. Die weten natuurlijk door de voorgevel dat wij hier zijn. Ik wil dus eigenlijk beginnen. Je hebt daar die RTM stage. Dat is ook een hele grote. Maar eigenlijk wil ik beginnen met die normale arena. Die grote arena. Die zou hier linksachter moeten zitten. Oké, okay, hier is Tjo. Hier is Tjo, hier is veel ruimte. Wegwezen hier. We lopen hier met z'n drieën. Wat zijn we aan het doen, jongen? Ik sprint hier weg. Mijn hele zakken zitten ook allemaal vol met zooi. Holy shit, waarom is het hier zo groot? Kijk, al die zalen, joh. Ik probeer ergens een plek te vinden waar ik omhoog kan. Ik zit aan te denken om achter hem langs te gaan. Ik zet mijn koffie even hier neer. Dan kom ik straks terug. En dan pak ik hem weer op. Milo is niet hier. Of hij is daar naar rechts gegaan, of hij is daarin. Ik ga naar de RTM steek. Maar de kans dat Milo daar is best wel groot. Oh, dit is een goeie. Hierachter kan ik zitten. Kan ik deze deur dicht schuiven? Kut. Oh, kut. Dat kan ik beter niet doen. Oh. Dit is die deur naar die arena. Als het goed is, als ik kan zo doen. Kijk, ja. Kijk eens. Hup. Zo. Kijk, ze zijn druk bezig, zeg. Zo. Jezus, wat een unit. Echt tanto groot. Morgen, mannen. Hebben jullie net iemand gezien die zich aan het verstoppen is? Nee. Oké. Ik ben gewoon in de grote zaal van Ahoy. Ik zie Milo.
ik zie Milo lopen, kut. Milo is natuurlijk te zoeken. Ik dacht dat Roel de zoeker was op een manier. Nou, dit is helemaal kloot. Stel even die gast, ligt hij nu in dat, tussen die dingen in. Dat ga ik nooit vinden. Dan moet ik die hele zaal af. Milo loopt nu beneden in de grootste zaal. Gewoon een grote arenazaal. Oké, mensen, daar ben ik. Kleine update, mijn audio deed het niet, maar nu weer wel. Die was tijdens het rennen was die eruit gegaan. Ik ben naar hal 1 gelopen, daar heb ik een power-up gevonden. En die power-up zorgt ervoor dat het licht uitgaat in die hal. En de zoeker mag geen zaklamp gebruiken. Dus, dat ga ik nu doorgeven. Ik zit volgens mij in hetzelfde gebied als Mattie en Koen. Ik voel me er niet heel comfortabel bij. Het enige wat wel heel chill is, het is helemaal achterin. Als Milo hierheen komt en het echoot, hoor ik hem sowieso lopen. Oké, ik wil even een momentje nemen dat ik net heel enthousiast aan het roepen ben. Waar is Roel? Ik dacht echt dat Roel de zoeker was. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Een totale zenuwinzinking. Hey, als het goed is kan ik hier dus in met een pas. Waar is een pas? Kut, sorry. Ik ben een pas kwijt. Holy shit, ik ben in de bar. Zou de tap werken? Oh mijn god, de tap werkt. Oh mijn god, het is tijd voor een pilsje voor de DP master. Zo, dit is lekker. Dat is niet goed meer. Zal ik even een rondje naar boven doen? Ja, we gaan even een rondje naar boven. Dan gaan we hier denk ik heen. En dan komen we als het goed is komen we dan bij die trappen uit. Naar boven. Even kijken hoor. We kunnen nog een laag naar boven. Eerst even deze kijken. Even kijken aan de overkant of hij daar ergens staat. En dan pak ik hem hier even naar boven toe. Dit is heel gevaarlijk. Oké, en we zijn achter een boek. Dat is weer goed. Ik zit te denken, als ik nu aan het verstoppen was, tussen die stoelen gaan liggen. Ja, dat is gewoon, dan ben je sowieso. Als in, dat is zoveel. En voordat ik bij al die zalen, al die tribunes helemaal rond ben gegaan, heb ik 8 uur nodig. Ik ga even naar boven. Ik ben bang dat hij dan zo meteen daar ergens uitkomt en mij dan ziet lopen. Maar ik ga het toch proberen. Oh, dit is winst. Kijk, hij kan daar overal lopen. Maar hier zit een heel klein trapje van 1, 4, 2, 5, 3 treden. Waardoor iedereen met een lengte van onder de 1,70, waar ik dus ook onder val, precies hierachter kan staan. En dan kan Milo je niet vinden. Het enige gevaarlijke is dat hier een soort kantoor is. En dat valt wel heel erg op vanuit de hele zaal. Hier zit denk ik normaal de audio en lichtmensen of zo. En dat is wel iets waar je snel naartoe loopt om even te checken, denk ik. Maar ik heb hier wel echt goed overzicht. Mat vraagt van Milo zit. Ik heb geen idee. Oh ja, kijk, daar begonnen we. Dit is het beginstuk. We zijn nu aan de voorkant van die tribune. Maar hier is helemaal niks. Kut, dat werkt niet. We hebben dus pasjes gekregen, zodat we de deuren open kunnen maken. Moet je mijn pasje zien? Ik heb nog maar 6 maanden te leven, joh. Ongelofelijke pleurisleiders werken hier. Oh, dit is lekker. Dit is lekker. Hier moet je zijn, achter de schermen waar gewoon de spullen liggen. Oh, hier heb ik vision. Oh, hier heb ik goed die vision. Ja. Dit is lekker. Hier kun je niet echt verstoppen, maar je kan jezelf wel goed positioneren. Kijk, heb je wel goede vision, zie je dat? Volgens hier beneden is. Als hier binnenkomt, kan ik hier gaan liggen, weet je wel. Duurt het nog wel lang voordat hij hier ook boven is. Dit is echt spannend, jongen. Je moet echt goed positioneren met deze verstoppertje. Ik ben nu op een grimmige plek. Dat is niet normaal. Ik weet niet als ik hier aan de andere kant uitga wat ik dan ga zien. Oh mijn god. Deze zaal is zo groot. Yes! Ik heb licht gevonden. Het interesseert me geen reet, want ik ga lekker een biertje tappen. Mensen, ik ben hier een soort van verstopt. Ja, in de bar. Je hebt best wel plekken, zeker als je het licht uitdoet. Alleen, je gaat niet op me zeker vinden. Jezus Christus, man. Hey. Waarom loop je ook weer achter me aan? Vanaf daar, vanaf de deur. Ja, komt die binnen, ja, dan ben je af. Ik ga naar hal 1, man. Ik wil kijken hoe dat eruit ziet met het licht uit. Het voelt alsof ik hier zeker niet mag komen. Dit voelt zwaar illegaal. Het zat ook al van die dingen van als je dit aanraakt ga je hartstikke dood met stroomschokken van 2 miljard volt. Plus een beetje ampère. Holy shit. Dit is een enge plek. Holy shit. Ik voel me gewoon helemaal elektromagnetisch. Voel ik me opladen hier, jongen. Mijn kapsel begint ineens stevig overheen te staan. Oh, je staat hier gewoon stoelen. Alsof hier 2 mensen even een voetbalwedstrijdje hebben gekeken. Hier stopt het ook. Het is een soort elektriciteitszolder waar ze gewoon dingen regelen. Waar ze dingen regelen, ja. Intelligente opmerking weer. Oh, prachtig overzicht heb ik hier. En wat een rustgevende verstoppertje is het op deze manier. Hij heeft daar 1 keer hier over de zaal gelopen en that's it. Moving like the speed of sound. Prachtige beelden. Ja, kijk, dit stuk ken ik. Dit is die tribune. En nu is het zaak van bovenaf die stoelen checken. Kijk, nu kan ik ze in één keer allemaal bekijken. Terwijl vanaf beneden zijn het allemaal lagen die je niet kan zien. Terwijl vanaf hier kan ik alles checken. Nou, kan ik beter nog een laagje naar boven gaan. Maar stel je met mijn concert en je zit hier. Dan kijk je even tegen die paal aan. Wat kut. Sorry? Dit is buiten dienst. Hoe kom ik dan naar beneden? Ik heb geen idee. Maar ik ben dus bang. Ik heb nu al deze stoelen al gecheckt voor mijn gevoel. Maar ik ben bang dat als er ergens hier een power-up hangt en ik ga nu naar boven, dan skip ik die hele power-up. Laat ik toch het rondje maar even een beetje maken nog. Dan krijg ik vanaf hier ergens al iets van een power-up zo kan spotten. Er zal toch zeker wel 1 power-up in die arena zitten, man. Ik heb begrepen, er zijn 4 power-ups. Er zit er sowieso 1 ergens hier in deze arena. Dat kan niet anders. Het is wel het beste moment om gewoon af te wachten of iemand Milo spot. Of iemand de power-up te vindt. Eet ik even mijn drop-fruit duootje op. We zijn wel goed op smaak weer vandaag, hè? Hey, ik denk dat we die grote zaal in moeten, man. Daar is het donker. Dat kun je echt super moeilijk vinden. Is dat waar die lichten uit zijn door die power-up?
Oké, Matt zegt dus dat we naar een andere zaal moeten, dat daar donker is, want Roel heeft een power-up gevonden. Dit is het voordeel van deze communicatie. We kunnen nu goed samenwerken. Dat is hal 1. Oké, hal 1. Oké, dan ga ik die kant op. Jij bent nog steeds in die Ahoy Arena nu? Ja, klopt inderdaad. Ik vind het echt leuk om zo te praten met elkaar. Ik ben net aan de camera aan het vertellen hoe gaaf ik dit vind, dat we nu samen kunnen werken tegen die kut Milo. Hoe komen we die zaal in dan, Matt? Zaal 1 bedoel jij, Roel? Ja, hal 1, waar het licht uit is. Roel, zaal 1 is net waar je die power-up vond. Daar is het licht nu uit. Horen jullie mij? Over. Helaas wel. Je moeder! Ik ga naar 2, dat is de eerste balcony. Ik moet gewoon even een power-up vinden, dat zou leuk zijn als ik een power-up kan vinden. Dus daar ga ik voor. Roel, leef je nog? Ben je nu in hal 1? Ik zie nu de deur van hal 1. Roel reageert niet meer. Dit is zorgwekkend. Hé, dat is wel een goede, aangezien we nu een team zijn. Laten we als we gevonden zijn dat wel even meteen doorgeven voor de rest. Nee, ik ben niet gevonden. Ik kan nu hal 1 in. Roel is af, die kan dus niet meer communiceren dan, denk ik. Want of hij kan nu niet praten dat Milo Heurgen in de buurt is. Eén van die twee. Ik ben niet af. Wie is af? Ik ben niet af. Roel is af. Gozer, niemand reageert meer. Dat gaat helemaal fout. Als het Koen was, dan hij of hierheen. Deze deur, want het was in dit hoekje dat ik hem zag. Of hij is hier achterlangs gegaan. Zie ik hem nu toch staan, hè? Let op. Komt hij. Zie ik hem nu staan. Nee. Oké, wacht. Ik stond net dus helemaal daarboven, maar hier is een soort van waar normaal het podium staat. Maar hier kun je vast wel ergens naartoe. Kijk even. Wat een hoekje. Kijk even dit hoekje. Ik ga in dit hoekje zitten. Ik ben nu in hal 1. Het is helemaal donker. Ik moet schijten, joh. Zo, de knetters, hè. Kijk even dit. Ik ga dus daar zitten. Ik wil de shot vanaf hier beneden maken, maar het gaat niet. Maar kijk, daar zit hier links een muur. Dus als hij hier inloopt, dan zit ik achter dat muurtje. Stel, je loopt hier dan in. Kijk je hierheen. En van die kant is het doek van het podium wat mij blokkeert. Dus ik zit hier gewoon heerlijk. Ah, kut. Hij kan me vanaf daar wel zien. Fuck, en hierboven trouwens ook. Shit, ik dacht echt dat ik een wereldse plek had. Nou, dan gaan we toch door bewegen. Oké, mensen, ik sta nu dus bij de ingang van hal 1. Deze hele zaal is pikken donker. Je ziet daar helemaal niks. En op het moment dat ik Milo zie, duik ik gewoon die zaal. Alleen waar is Milo? We zijn dus alle vier Milo kwijt. Ik zit nu in het gebied van hal 2, 3, 4, 5. Daar ergens in het midden zit ik op een zolder. Je ziet dat ook, dat donkere gedeelte. Daar zit ik ongeveer. En Rob staat in de Ahoy Arena. Raoul staat in hal 1. Koen bij RTM Stage. We hebben zo alle zalen. Is wel iemand geweest? Echt binnen enkele... Nou, ik weet niet, man. Volgens mij is die arena is gewoon helemaal niemand. Hé! Hey! Kijk eens! Is dit voor ons? Ja! Pankt je de kaartje? Mooi. Ook, wacht, kijk. Welke was voor mij? Groen was voor mij. Wat ik wilde zeggen, Milo kan in elke zaal op dit moment wel iets van iemand vinden, maar het is Milo, dus hij vindt niemand. Voor een gemiddelde avond Vrienden van Amstel Live zijn 250 biertappers nodig. Laat jouw tapskills zien en tap 6 perfecte biertjes uit elkaar zonder de tap dicht te gooien. Opdracht correct uitgevoerd, dan krijg je nog een extra power-up. En de power-up die ik nu sowieso al heb, is 4, 5 en 6 aan hallen. Zijn geen zo tering chill. Half 4, 5, 6 geen speelwerk meer. Oké, dat is gewoon meteen 3 van de 8 hallen is gewoon weg. Dit is hier ook alle kleedkamers bij deze zaal volgens mij. Dus dat is wel leuk. Misschien kunnen we daar even een kijkje nemen. Mensen, ik krijg zojuist door dat we niet meer in half 4, 5 en 6 mogen komen. Want Milo een power-up heeft genoemd. Shit, half 4, 5 en 6 zijn geen speelveld meer. Een power-up van Milo. Ik zit precies op dat randje. Even kijken of dat er echt binnen of buiten valt. Ik weet dus niet of ik er nog binnen zit nu. Wat een scheid power-up is dat, joh. Oh mijn god. Even stil, jongens. Ik moet dus 6 biertjes stappen. Ik zet die glazen vast neer. 1, 2. Dat moet dan in één stroom. Dus ik mag niet tussendoor dat ding even loshalen. Maar die moeten echt perfect zijn. Dit is wel heel lastig, hoor. Welke doe je zo? Je moet er wel in grijpen, man. Ja, godverdomme. Kut, ja. Even kijken. Nou, ik moet wel zeggen, als ik ze zo naast elkaar kijk, het is wel vies. Maar dat is niet de challenge. Deze zijn mooi, hoor. Tot het randje keurig. In sommige gevallen is er nog iets erover. Ja, maat, als ik dit toch zo zie. Deze is niet leeg, daar heb ik gewoon al een beetje van genomen. Ik zit dus op het randje van zaal 4, 5 en 6 naar 2 en 3. Telt dit nog mee? Ik blijf er nog even zitten. Bij die deur, die zwarte deur daar, betreed je hal 3 weer. En daar is het weer speelveld. Bij die deur, daar, zit je in zaal 4. En dat is dus geen speelveld. Ik zit dus precies tussen die twee speelvelden in. Nou is de vraag aan jullie, gewetensvraagje. Ben ik aan het vals spelen? Ik vind van niet. Hier staat dus een nooduitgang ding en backstage. Maar ik ben dus een beetje bang als ik hier op druk dat er een alarm afgaat. Daar gaan we nu achter komen. Oké, dit ziet er goed uit. Dit ziet er eigenlijk goed uit. Ik ben in de backstage. Hey, hier kan ik naar binnen. Ah, ja, nou lekker is dat. Hier hebben we dus weer mooi helemaal niks aan. Oh mijn god. Hatsa. GK. Wat? GK? GK? Ik heb een power-up en daar staat op GK.
Heeft iemand enig idee wat dat kan betekenen? Ja, ik denk dat dat dus een vak is in de Ahoy Arena. Maar ik weet niet of iemand die in de Ahoy Arena geweest is, gezien heeft of die daar zo aangeduid worden. Of dat dat juist in de RTM stage is. Kaulo slim! Ja, ja, sowieso in de arena. Ik ga die kant op. Goeie, goeie. Kaulo slim, valt ook wel mee. Had ik zelf ook wel kunnen verzinnen, maar toch. Roel, leef jij ook nog? Ik leef ook nog, ja. Dit is zo groot, mensen. Je beseft niet hoe groot het is. Oh, die kan. Ik word er gewoon moedeloos van hoe fucking groot het hier is. Zo, hé, hey, hier is licht. Oh mijn god. Holy shit, dit zijn veel kleedkamers? Moet je zien. Waarom ligt hij in een legerpak? Oh mijn god, yes. Yes, 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 yes. Wat een geile pakken, joh. Je bent met dit camouflagepak 10 minuten onzichtbaar en mag niet gepakt worden door de zoeker. Communiceer deze power-up via de portofoon. Oh mijn god. GK. GK. Ik zie geen GK. Oh, je wel daar, daar, daar. GK. Dat is precies... daar. Mannen, ik ben op weg naar vak GK. Ik heb het gevonden. Is je goedgekeurd? Ja! Extra power-up, lekker. Oké, okay. Deze moet wel goed zijn. Deze moet goed zijn. Ik heb echt iets ervoor moeten doen. Komt ja. Extra power-up. Time to be real. De verstoppers moeten nu met z'n allen een be real maken en deze naar de zoeker sturen via WhatsApp. Oftewel een foto van jezelf en de voorkant. Zo, dit is lekker zeg. Oké, okay. Nou, kom maar. Terwijl ik daarop wacht, heb ik even een pils, jongen? Hier is vak GK. Zoals u kunt zien. Okay, ik ga eerst even scannen of ik niet per ongeluk Milo hier zie. Dit is wel een hele chillen, zeg. Dit is echt lekker. Kijk, nu heb ik dus en die 4, 5, 6 zijn weg. Plus ik weet nu iets en dan kan ik gaan zoeken, want hier ben ik wel echt klaar mee. Mannen, we moeten een be-real maken. Oké, het is tijd voor een power-up. We moeten een be-real maken. Dus voor- en achterfoto. En ik sta natuurlijk hier, ik wilde hier net weggaan. Nou, daar komt hij hoor. Dit is de mooiste be-real die ik ooit heb gemaakt. Dit is echt zo'n snelle be-real. Oh, kijk of Milo hier wat mee kan. Het lijkt me echt vrij sterk dat je hier wat mee kan. Ik ga het risico nemen. Ik ga bij vak GK de be-real maken. Dan pak ik die hint en dan ben ik loesoe. Alles voor mijn club. Oké, okay, nu snel zijn. Nu snel die hint zoeken, want hij kan nu hierheen komen. GK, GK, GK. Dan moet het hier toch eerst liggen, zou je zeggen. Scannen, scannen, scannen. Kom op dan. Dit mag niet te lang duren, man. Dit mag niet te lang duren. Ik sta hier nog steeds tussen hal 1 en hal 2. Dat is een mooi punt, want ik kan eens uitkijken op twee wegen waar Milo kan zijn. We moesten voor de power-up van Milo een be-real maken. Erg leuk, erg leuk. Ik heb het letterlijk gedaan vanaf het moment waar ik stil stond. Dus ja. Hij is hier, hij is hier. G-J-G-K! G-J-G-K! En Roel is beneden bij prullenbakken, bij de hoofdingang. Ho even! Dit is niet gek! Oké, okay, ik moet nu goed kijken. G-J-G-K. G, waar is G? Dat is dan boven of zo. Hij kan hier zomaar heen komen. Fuck, waarom liever? Dit is fuck GK! Waar is het dan? Oh mijn god. Ik heb het idee dat hij hier elk moment naartoe kan komen. Het is zo'n opzichtige hint. Of ik ben echt tandtoeschil. Ik zie niks. Cameraman, ook een beetje tempo nou, cameraman. We gaan nu naar boven. Hij gaat natuurlijk rennen, want hij heeft het gestuurd. En dan weet hij, ik moet wegwezen. Wat soort mat? In een of andere bezemkast met zijn paardrijbloed. G-J-G-K. Waar is dit? Waar is dit? Fuck! Ja! Ja! Kijk eens wie we daar hebben! Fuck. Kijk hem staan! Als ik het niet dacht! Mannen, ik ben gevonden! Nee! Rob is net gevonden! Ja, ik moest ook wel. Hij had precies de aanwijzing van dat vak. Hij stond er precies op het verkeerde moment die power-up. Schijt zo, jongen. Shit, Rob is gevonden in de Ahoy Arena. Alleen, ik ga nu dit ding aantrekken en dan ga ik zo snel mogelijk naar de Ahoy Arena. Milo even kutten naar mijn weg. Jij berielt mij op het moment dat ik bij dat bordje sta. Ik dacht, ja, ik kan nu wel vals spelen. Time to be real. Oké, ik doe mijn jas uit, laat ik hier. Dan gaat het camouflagepak aan. Ik ben trouwens echt wel benieuwd wat Milo's power-ups er zijn hier. Dat betekent trouwens dat Milo nu bij de arena is. En dat is best wel ver van de plek waar ik nu ben verwijderd. Echt verder kan niet, aangezien alles die kant op is afgesloten. En die arena is helemaal die kant op. Rob is gevonden. Milo is in de Ahoy Arena. Big fucking rip. Ik ben nu in de donkere zaal, zoals je kan zien. Ja, ik denk dat ik hier gewoon ga bivakeren. Ik kon hier ergens een hint vinden en ik kan je vertellen, ik heb hem niet eens gevonden. Ik had 1 minuut de tijd, want ik moest die be-real sturen. Ik dacht, ik vind die hint, ik ben weer weg. Ho, dan moet je op GK liggen. Ja, dan moet hij liggen. Kijken, ja. Ja. Mensen, dit is nu mijn plek. Zo, hou je bek. Het gaat nog helemaal door. Hou je bek. Ik dacht dat hier een muur stond. Hou je bek. Ik dacht dat hier een muur stond. Het gaat nog helemaal door. Hou je bek. Holy shit, het is nog groter dan ik dacht. Ik heb een power-up gevonden. Hou je bek. En die zet ik nu in. Het camouflagepak. Oké, ik heb nu 10 minuten om dus rond te rennen en op zoek te gaan naar Milo. Goh, wat een lach is. Het heeft verder helemaal geen enkel nut. Milo. Zo, ik kan ook even het lekkerste broodje halen. Milo kan me nu toch niet pakken. Ik ben hier gewoon heel het vak rond geweest. Ik heb hem gewoon niet gezien. Maar gewoon in de stress. Ik heb al die stoeltjes gecheckt. Hier, ja, ik zie al een envelop. Ik zie al een envelop. Hier zo. Maar jij hebt hier het hele vak doorgelopen. Ja, nou ja, nee, kijk, want ik had niet zoveel tijd. Hier hangt hij voor jullie. Oh, fuck, ja. Oh, wacht. Nu ik erover nadenk, misschien was het wel alleen een hintje voor ons. Het staat nergens op. Al die hints staan er in 2. Ja, maar GK was een hint voor ons en een ander vak was voor jou. Nu jij het zegt, inderdaad, dat was het. Een ander vak? Weer 5 minuten verdiend. Ja, we zijn een team, vriendje. Denk je niet dat ik jou ga helpen? Maar je mag hem ook niet meenemen. Ik mag nee, niet kijken, maar ik vind het wel mooi dat... Dat dit gelukt nou, is. Nou, weg hier. Hier is licht. Wat dus het geval is, de hal waar ik in zat, waar het licht uit is gegaan door mijn power-up, is zoveel groter dan dat ik dacht.
Het is twee keer de zaal die ik net filmde toen er nog licht was. Twee keer. Ja, oh mijn god. Hij is open. Holy shit. Ik ben in de donkere hal. En daar zit dus blijkbaar een even grote hal achter dat doek. Dat is geen muur, dat is een groot doek. En daarbovenop heb je een cafetaria waar je kan opkomen met een trap. Dat vindt hij echt nooit. Die arena hebben we nu inmiddels allemaal power-ups gevonden. En hal 4, 5, 6 zijn nu uit het speelveld. Dus we hebben nog die hal 1 en hal 2, 3 en die grote stage. Ik denk dat het is heel makkelijk denk als ik nu even langs die hal 1 ga. Dat is namelijk in de buurt. En dan pak ik daarna in één keer hal 2, 3 stage mee. Hal 1, ja. Oké, dan gaan we er dus hier uit beneden. Ik ben in de Ahoy Arena. Kijken of ik Milo hier kan vinden. Kijk eens wie we daar zien. Oh, wat jammer dat ik niemand zie. Wat jammer dat ik helemaal niemand zie daar in die hoek. Jongens, ik heb fantastisch nieuws. Ja, dood joh. Milo is nog in de Ahoy Arena. Als je daar niet bent, ja, dan hoef je geen zorgen te maken. Ik hoop toch zo dat hij niet door heeft dat die tijd zo even loopt. Dat zou ik zo mooi vinden. We kijken elkaar nu aan, maar hij kan mij niet zien. Want ik heb een camouflagepak aan. Ik heb ineens heel erg de behoefte om in de lege ruimte mijn middelvinger op te steken. gewoon naar niks eigenlijk. Ik heb al die werknemers dat ik daar hun doe. Hou je bek. Ik hoor heel wat horselen via mijn portfolio. Kan iemand tegen Milo zeggen dat ik lekker naar het café ga? En dat hij me daar kan vinden over 6 minuten. Doei! Oké mensen, het is tijd om de zone te gaan verlaten. Want ik zit toch op het randje van vals spelen, aangezien ik net niet weet of dit nou wel afgesloten is of niet. En Milo is nu bij de arena, dus ik ga hier gewoon lopen. En ik kan nu een beetje progressie maken. Dan ga ik even zitten op een gebied waar je sowieso wel mag zijn. Dat Milo ook nog steeds in die arena blijft is ook echt ongelooflijk. Terwijl heeft Rob wel gevonden hoe groot is de kans dat er nog een van ons zit. Hij is natuurlijk echt heel klein. Hey, het is hier een dikke tijdsverspilling. We gaan. Rob, meekomen. Over 6 minuten mag je hem weer zoeken. Hij zit dan in het café. Nog 6 minuten, maat, ja. En dan gaat hij naar het café, hè? Dat zegt hij gewoon. En hij vroeg of ik het aan jou door wilde geven. Café. Ik ben geen snitch. Ik heb een foto in de chat gestuurd van tapijt. Hierbovenop ligt dus tapijt. En dat is heel misleidend, want in deze hele zaal ligt verder geen tapijt. Dus het zou niet logisch zijn als ik hier zit. Of hij denkt dat het gordijnen zijn. En die zijn hier wel heel veel. En dan heb ik mezelf echt flink verlul. Ik ga snel even kijken of ik ergens het lekkerste eten kan scoren. Ja, of ik blijf hier gewoon. Dat is ook een optie, hè? Hey, ik heb mijn M&M's trouwens nog. Shit, zit in mijn jas, klote. Oké. Dit is spannend, hè? Hij is daar niet, want hij is nog in die arena, maar toch is het spannend om in zo'n open zaal in te lopen. Dit is hal 2. Dus hier mag ik sowieso wel zijn. Ik zou hier ook kunnen gaan liggen, maar dat is echt super oncomfortabel. Maar dit is een goed balkonnetje. Ik wilde zeggen, stel hij komt hier, kan ik er ook nog half van afspringen. Maar bij nader inzien ga ik dat toch niet doen, want ik vind mijn enkels toch best wel tof. Hey Milo. Ja, jongens, waar zullen we heen gaan? Waar ga je heen, Milo? Dan ga ik daar niet heen, oké? Ik denk dat ik even pas op camera vertel. Jullie zouden natuurlijk graag willen weten waar ik heen loop, maar ik loop even door voordat ik dat zeg. Ik heb ineens een gevoel dat ik het beter nu niet kan zeggen waar ik heen ga. Hey, ik ga er weer vandoor. Milo, wellicht tot later. Zie je vriend niet. Milo gaat me echt nooit vinden. Kansloos dat Milo mij ooit in dit leven nog gaat vinden. Ik wil eigenlijk terug naar mijn jas. Daar zitten die heerlijke M&M's voor mij in. Ja, dat is voor mij gewoon belangrijk. Ik zeg je eerlijk. Ik zit nu hier in hal 2. Milo zit helemaal hier in de arena. Dus dat is nog best wel verder vandaan. En als hij hier dus inloopt, kan ik het meteen horen. Dus dat scheelt. Ik moet wel zeggen mensen, het is overal, ook op dit balkon, is echt super schoon. Wow. Ik denk ook dat mijn hoofd net niet boven het randje uitkomt. Zie je dat? Dus ik kan er eigenlijk gewoon heel relaxed, misschien zelfs tegen de muur aan gaan zitten. En zo maken we dat uurtje wel vol. We zitten ongeveer op de helft geloof ik nu. Het enige wat ik als aanknopingspunt verder heb is die Be Real van Roel. En Roel die stond hier beneden volgens mij, waar wij bij die roltrap bij die Moon in de Mongolen stonden. Daar stond Roel net. Maar de kans dat hij daar nog is natuurlijk klein. Maar ik hoop dat hij nog eens doorgelopen naar zaal 1. Ik word gevideobeld door Roel. Yo. Is het donker daar bij jou? Ja, kan je het licht aan. Waar zit je dan? Loop het even aan voor je. Ja, flikker lekker op. Wat is er? Zoek maar even, neem een biertje mee. Nee, ik heb geen bier. Ik zit in hal 1. Oh, dat is mooi, daar kom ik nu namelijk precies uit. En best snel ook trouwens, ik zou maar wegrennen als ik jou was. Ga je nu rennen? Ik heb mijn power-up ingezet namelijk. Welke power-up? Bij hal 1. Bij hal 1? Ik heb niks over hal 1 gehoord. Goh, hij is bij de hoofdingang, hij is bij de hoofdingang. Hij is bij de hoofdingang. Je bent zo'n hond, jongen. Echt, je bent echt een irritante hond. Ik ben niet bij de hal, hij loopt me wat roep. Nou, doei. Ik denk dat mijn plan geslaagd is en dat Milo nu naar hal 1 komt. Waar de lichten uitstaan, wat hij dus niet weet. Oh, het zijn mijn ogen mooi blauw. And I will go to the farthest place on earth I know. In de douche kan iedereen mooi zingen. Matt, heb je misschien zin om naar RTM te komen en daar op stage een kleine optreden voor mij te doen? Ik zit namelijk in die zaal te wachten dat er een optreden gaat gebeuren. Ik kan het wel regelen, dan ga ik daar nu heen en dan wil ik wel graag dat er een cappuccino is. Of is dat niet meer te regelen? Is een biertje ook goed? Je ziet hier echt perfect, maar toch zou ik het echt gezellig vinden om naar Koen te gaan. Dus ik ga denk ik toch maar even naar Koen toe. Ben je zo eenzaam? Ja, kom gewoon. Ja, leuk. Ik heb hier dus ooit gelopen. Wow, dat is een gaaf verhaal. Vertel me meer. Wil je ook iets? Zakje M&M's. Ga maar naar hal 1, ik zie je daar. Ja, ik ga naar hal 1. Weet iemand waar Milo nu is? Want ik hoorde net een deur open gaan in die hal. Matt, kom nu naar RTM. Ja bro, er ging toch net een deur open, joh. Kan die niet zomaar weg? Hey, kom gewoon, waar het pussy. Zo. Die is lekker? Heerlijk, hè? Zo, die is echt lekker, ja. Zo. Ja. Succes. Is het donker?
Nee, man. Maar stel, iemand staat hier gewoon, dan zien we niet. Doe even oeren. En hij is hier. Nou. Terwijl ik wacht op hun, ga ik even kijken of ik weer terug kan komen waar het drinken is. Dat is voor mij hier. Nee, het is zeker niet hier. Waar de fuck is dan het drinken? Ik ben het helemaal kwijt. Kijk, ik ga nu naar Koen rennen, naar RTM Status. Helemaal aan de andere kant van waar Milo nu is, want die is nu in hal 1. Goh, dit kan hij toch nooit allemaal gezocht hebben, al? Vooral die balkonnen hierboven, die zijn zo OP, jongen. Daar kun je gewoon eerlijk achter liggen. Oké, ik ben bijna bij de RTM Status. Yes, die kant moet ik op. Ja, maar we lopen hier gewoon door een groot donker hok. En die hol zit hier ergens tegen de muur aan. Stel, hij zit daar, dan zie je hem oprecht niet. Hij kan makkelijk gewoon daar tegen de muur aan zitten, aan de andere kant van die zaal. Ik weet niet of het zin heeft om dit te filmen, maar er is gewoon. Dit is gewoon 100 meter bij 100 meter, gewoon donker vlak. Koen, waar ben je dan? Over. Mat, ik kom er nu aan. Je ziet me op het balkon. Gozer, ik kom helemaal naar de RTM stage toe. Voor Koen is hij hier niet. Waarom ben je dan niet? Ik ben helemaal voor jou heen gekomen. Mat! Daar is hij! Ja, ik was op zoek naar een cappuccino, maar ik ben het kwijt. Hij is helemaal aan de andere kant en we hebben Roel ook nog niet gehoord dat hij weg is. Dus hij is daar nog sowieso. Hij is nog helemaal in hal 1. Gozer, wat ben jij ver weg als hij hier zit? Jij ook? Ja. Maar ik treed niet op. Kleine jongen. Ja, mooi. Je bent op deze wereld. Op de derde verdieping heb je zo'n enorme bar met eten en drinken. Zullen we daarheen? Oeh, dat lijkt me wel lekker. Ja, we kunnen beter de lift pakken. Kom maar naar beneden. Ik heb zo het gevoel dat hij ons nooit meer gaat vinden. Nee, het is Milo. Maar dit is creepy. Hij komt altijd het gordijn vandaan. Ik weet het zeker. Hij komt 100 altijd het gordijn vandaan. Zo, dit is blauw. Meen je niet. Dat meen je niet. Kijk die grond, ik zweer ze. Dit meen je niet. Ja, dan zit hij achter dit gordijn. Ik ga zeker aan deze kant lopen. Koude bang dat hij laat schrikken. En dan weer zo weer schrikken. Hij moet dan niet ook extra zijn. Nee! Ik zag mijn schoenen al. Ja, weet ik. Ik weet dat je mijn schoenen zag. Ik heb een liter bier vallen. Hij heeft allemaal bier over me heen, man. Ik wist dat je me zag, want je was ineens stil. Ik kon er doorheen kijken. Maar het was de moeite waard. Besef, ik schrok zo erg dat ik mijn winegum uit heb gespuugd. Wat een kutzooi. Ja, maar het was eng. Waarom heb je een leger pak aan? Ja, dat was mijn power-up. Is dat het camouflagepak? Ja, hij moet trouwens uit nu, denk ik me. Is het voorbij, hè? Ja, het is voorbij, ja. Nu kan hij je weer zien. Heb jij Milo echt gezien? Heb je contact met hem gehad? Ja, met ik heb hem gezien. Ik heb nog naast hem gestaan. Echt? En hij zag je echt niet? Hij kon mij niet zien. Hij heeft je echt niet genegeerd, gewoon. Ja. Dat was echt heel leuk. Heb je ook je lul laten zien? Nee, ik heb niet mijn lul laten zien. Milo is je ook gewoon niet geweest. Nee? Nee. Het is gewoon te groot. Ja. Maar hij heeft nog wel even. Hier moeten we helemaal niet zijn, nee, joh. We moeten naar links. Bij drinks. Waarom wil je zo graag drinken? Ik wil verstoppen, man. Gewoon, dat is de beste verstoppen die je gaat vinden. Ja? Ja, 100. En je hebt nog een pilletje erbij. Maar Milo die kan zo goed eten zoeken. Ja, maar ik ben ook al bij catering geweest. Deze is ook nog niet geweest. Ja, wil je opsplitsen? Ja, Roel is zo gepakt. Ik ga weer terug, oké? Okay? Naar? Ja, waar ik net zat, dat was een goede plek. Al twee. Roel, leef je nog? Die is dood. Hij is 100% dood. Hij is... Jij denkt dat hij dood is? Ik denk dat hij dood is. We gaan opsplitsen, oké? Ja, doei. Ik ga terug naar mijn oude plek. Ja. Lang niet gek. Hupsakee, die ruk er even van. Dit gaat mij helpen om mat te vinden, dat weet ik nu al. Ik zat op mijn oude plek zo goed. Ik ben gewoon voor saus ben ik met Koen meegegaan naar deze rotzaal. Nu zijn we nog maar met z'n tweeën over. Goh, dan moet ik die hele zaal weer oversteken. Dat gaat helemaal mis natuurlijk. Hé, mat. Godver, ik schrik me dood. Je bent echt een klootzak. Mat schrikt zich dood, Roel is waarschijnlijk dood. Power-up. Deze power-up mag alleen na 30 speelminuten worden gespeeld. Dat komt goed uit, dat zijn we wel. De verstoppers mogen zich alleen nog op de begane grond van het hele gebouw verstoppen. Alle verdiepingen zijn vanaf nu verboden terrein. Zo, cool. Dit is lekker. Maar dus ja. Ook al als je bijvoorbeeld twee voeten van de vloer af bent. Dat is wel verdieping, vind ik. Ik krijg de power door dat ik alleen op de begane grond mag verstoppen. Ik ben net op verdieping 3. Wat een poepzooi. Nou, dan gaan we weer terug. Jongen. Ik wil even lekker wat drinken halen. Ik kan mijn jas niet meer halen, want mijn jas staat hier op de begane grond. Hier baal ik echt van. Terug naar 0. We gaan het zien. Ik ben echt een beetje bang dat Milo in de buurt is. Milo heeft zelfs een power-up ingezet dat je alleen maar op de begane grond mag zitten. Dus voor mij is er nu sowieso geen reden meer om terug te gaan naar het balkon. Want die was natuurlijk niet op de begane grond, maar wel echt zwaar, OP. Het is echt heel erg donker. Het is echt heel donker. Ik ga hier gewoon liggen. Die is hier ook echt super groot. Die kan ik echt nooit vinden. Het is zo donker hier. Nu is het vaart maken. Mat en Koen nog. Misschien moet je hier naar boven gaan, Milo. Nee, dat mag dus niet meer. Oh. Ik ga naar die RTM, denk ik. Hé, mijn vriend, hier heb je ook gewoon hallen. Is dit hier hal 1? Dit is hal 2. Ja, dan mag die ook. Die mag ook. Ja, ik ga daar wel 4, 5 en 6 alleen. Ja, ik loop wel via die hallen. Maar ik wilde eigenlijk naar die RTM, maar ik loop al via dit. Ik heb Milo dus gewoon nog niet gezien, deze hele video. Hé, hey, boys, daar lig ik dan. Mat, waar ben jij nu over? Ik lig nu onder de tribune van de RTM stage in het donker. Oké. Okay. Dit is zaal 5, hier mag ik niet komen. Zaal 3 mag ik wel, maar dit is zaal 5, daar mag ik niet. Oh mijn god, ik kan niet in. Alsjeblieft. Nee. Oh, dit is een stuk makkelijker met leeg. Oh. Nou, hier zitten ze dus niet. Ja, dit is dus letterlijk wat die vorige zaal ook was. En zo, dit zijn ook nog veel zalen. Ja! Nee! 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 Oh. Nee.
Nee. Koen is gevonden, echt super dichtbij in die zaal hiernaast. Hij ligt gewoon in zaal 3. Die ligt aan de RTM stage vast. Ah nee. Ik heb Milo dus nog geen enkele keer gezien, gevoeld, geroken, gehoord. Ja, geroken wel. Het hele pand stinkt hier, maar... Gat van de zure lucht, heel van die Milo. Ik was onderweg, dus naar de derde verdieping, omdat ik daar drinken ging halen. Ja. En ik dacht van... Wacht even. Nee, niks. Ik hoorde niks. Luister. Kijk, hal 3. Ja, Artje. We gaan naar deze deur door en dan die Artje. Dat is de enige zaal waar ik nog niet ben geweest. Hoe moet ik die regel interpreteren? Mag hij niet op die tribune zitten? Nee. Alle lelijke jas trouwens zit. Ik zie maar niks. Nee, ik zie ook niks. Ik bedoel, een heel lelijk stukje van de trap. Oké, ze lopen hier nu gewoon langs die tribune. Ik vind dit echt een mooie zaal. Nou, ja, lekker... ga je even lekker aftrekken. Ja. Ik houd die wel even vol. Zeker die laatste 5 minuten toch wel. Kijk, hier, jas van Koen. Oh, kijk. Ja, verloot zich met die jas. Power Uppie, heerlijk. Godverdomme, is dat ding van hem. Dit is met die onzichtbaarheidsjas. Wat een kutzooi. Maar even, als hij hier die power up vindt, dan is die andere voor mij toch ook ergens. Dan moet hij dan toch zijn? Of heeft hij dit meegenomen ergens anders? Wat de fuck is dit ook? Wat is... Kutding. Is dit voor onzin? Maar dat ding van hem ligt hier. Waar was hij van mij dan? Oh, wat de fuck, ik zie die cameraman kijken naar boven. Wat de fuck? Ik had het niet gezien. Power-up. Oh nee, als je deze magische cape draagt, moet ik het lelijke teams ding aan. Als je deze magische cape draagt, moeten alle verstoppers via WhatsApp naar de zoeker sturen in welke regio ze zich bevinden. Oké, die mag deze nu aan. En voor de rest van die tijd, ik heb nog maar 5 minuten trouwens, voor de rest van die tijd moeten zij dat sturen naar mij. Oké, ik doe hem aan, snel. En dan moet Matt gaan sturen naar mij. Wat een lelijke kutding zeg. Oké, kom maar. Live locatie. RTM Station. Ja, zie je wel. Ik zei het toch. Ik zeg het nog zo. Milo heeft een power-up gevonden. En nu weet hij dus waar ik ben, in welke zaal. Dat maakt het wel echt een stuk makkelijker voor hem in die laatste minuten. Maar alsnog, je hebt me nog niet gevonden, Milo. Magische cape, jongen. Die komt heel erg als geroepen. Wat een mooie cape. Dan kom ik eruit en dan staat hij ineens recht voor de deur. Dus daar. Ja, kom maar. RTM Station. Kom maar. Ik heb niet echt het idee dat jij nog maar 3 minuten hebt. Jawel. Maar ik weet dat hij hier zit. Hij loopt nu boven. Hij loopt nu op die trappen hierboven. Hier. Milo, je hebt nog 1 minuut. Ja, weet ik! Hij ligt hier ergens. Hij denkt dat ik boven lig. Hij loopt nu boven. Loopt hij lang. Hij denkt dat ik boven lig. Nee, dat is de eerste ring. Dat mag niet meer. Dat mag niet op. Godverdomme. Waar is dat, jong? Maar waar kan je hier zitten? Er is 1 grote open ruimte. Hij is al zo gek aan het rennen. Bro, als hij erover gaat rennen, zakt de hele boel. Dan ben ik zo... Ik ben morsdood. Ik ben echt morsdood. Hoeveel heb je hem gezien? 19. 18. Kut. 17. Mevrouw, help dan! Waar is die? 3! Kouder. 1! Stop maar. Yes boys, we hebben gewonnen, En waar is die dan? Matt, kom maar naar voorschijn! Ja, ik heb gewonnen! Wij hebben gewonnen als team! Waar ben jij? Ja, onder de tribune. Ja, staat hij hoor. Zo jongen. Hey gozer. Gefeliciteerd jongen. Ja, wij, het team. Matt, gefeliciteerd hoor. Oh, allemaal. Team Dup. Zonder hun had ik nooit zo lang in de schaduw geholpen. Ja. Portofoon vind ik een goede tour. Echt een kut idee. Ik verlies altijd mijn verstoppers aan jullie team als ik één keer moet zoeken. Nee. Echt tering triest gewoon voor jullie. Op een gegeven moment liep jij over de tribune en ik dacht die stort in. Dan ben ik gewoon dood hè. Bedankt voor het kijken. Als jullie ook zo gelachen hebben om Mattie. Nou, ik kan dit zo afbreken, dat is toch niemand. Je bent echt een irritante gast, maar wel gefeliciteerd. Hey, de team hè. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En die M&M's op. Kun je niet mee naar Obese volgend seizoen? Waar zit voor nodig?